Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Geurt Jansen Catering Service en door Café De Vrijbuiter. Willem! Willem! Hey Florent! Hey. Wat ben je aan het doen? Ja, een beetje aan het shoppen hier, joh. Dus maar wat een keuze hier. Ik denk, ik ga eens even kijken of ik het leuks kan vinden voor thuis, hè. Maar het is zaterdag, hè, dat weet je. Wat is er dan, zaterdag? Ja, iets met een tv-programma. Is dat... Jee, nu al? Ja, ik had jou op tijd gebeld. Ja, maar... Nou, dan laten we maar gaan. Wie hebben in het programma zitten? Anthony Marks. Ja? En Tim Lauver. Ja, en Herman van Doren uit Apeldoorn en Jack Bannon, toch? Ja, die hebben we, ja. Is dat nu vandaag? Dat vandaag, dat weet je toch wel. Dan gaan we daar gezellig. Ik had je nog op tijd gebeld. Ik zei gisteravond gaan, niet gisteravond. Ik laat die kaart staan. Ja, die zouden we komen gaan daar. Ik word helemaal gek van. We gaan weer een nieuwe aflevering tegemoet, mede in Holland TV. Anthony Marks, ja. Tim Lauver, Herman en Janie van Doren. En Jack Bern, welkom. Dank je. We gaan er weer een mooie aflevering van maken, zoals ik al zei. Anthony, hoe gaat het met jou? Ja, prima. Ja? Hartstikke goed. Ja? Met de singles? Ja, gaat ook goed. We zijn aan het album aan het werken en we hebben nu 8 nummers klaar voor het album. Nou, dan moeten er nog een 4-tal bij. En dan verwacht ik eind van het jaar album uit te kunnen brengen. En je neemt nog steeds op bij onze grote vriend? Jazeker, nog steeds bij George Koning. George Koning, absoluut. Gisteren nog even aan de telefoon gehad, erg leuke man. Ja. Dus ik zei ook dat jij vandaag bij ons in het programma zat en hij zei doe de groeten. Dus, ja. Deze heb ik dat gedaan. Hoor. Ja. Zeg, iets heel bijzonders, je bent ooit op een orgel begonnen. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik was bij een tante van mij, daar stond een orgeltje vroeger in de huiskamer met nog zo'n transistorradio bovenop. En altijd als ik daar kwam, zat ik daar een beetje op te pingelen. En ja, zo is het eigenlijk ontstaan dat mijn vader, die leefde toen nog, en kocht voor mij een orgel. Dat kreeg ik voor mijn verjaardag en daar ben ik mee gaan spelen. En na een aantal jaren was er een keer een beurs in Geldermalsen, dus waar ik vandaan kom oorspronkelijk. En daar speelde ik op die beurs bij een man die dus een orgelzaak had. En in één keer stond de hele tent daar stond vol. En zo is het eigenlijk ontstaan. En ik kreeg mensen, leuk kind van 10, 12 jaar, ik had die ook niet eens een keer bij ons komen spelen. Ja, en toen kwam het op een braderie, en een keer op een feestje, en op een kinderverjaardag. En zo is het eigenlijk gegroeid. En nou sta je hier, of zit je hier in het tuincentrum? Ja, dat is heel wat anders. Dat is wel iets heel apart, ja. Ja. Maar het eerste nummer van jou, wat gaat het worden? Het is nummer Is It You. Komt van George Konings vandaan natuurlijk. Mijn vriendin Claudia heeft de tekst geschreven. Oké. Okay. Lekker nummer. Nou, wij gaan er naar kijken en luisteren natuurlijk. Anthony Marks. Yeah.
Is it you? Ja. Ja, is it you? No, it's not me. It's not me. Geschreven door jouw vriendin? Ja, door Claudia geschreven, ja. Schrijft zij meer? Ja, schrijft meer nummers voor mij. Ja, klopt. Ja. En dan, zoals we aan tafel al zeiden, George die produceerde het allemaal. Dus dat is eigenlijk je team waar je mee doet? George produceert en die bedenkt de liedjes. En Claudia doet vaak ook schrijft voor de teksten, zeg maar. En zo maken we de muziek. En jij zingt alleen of heb je ook nog invloed bij de teksten schrijven? Ja, ik heb wel invloed natuurlijk. Ik geef wel aan van, ik vind dat mooi om ja, met je gedachten, weet je wel. Het moet mensen aanspreken. Het moet wel zo zijn dat de teksten voor een ieder, zeg maar, dat iedereen daar wel een gevoel bij heeft. Ja, ja. Het volgende nummer, wat is dat? Dat is het nummer Diane. Waarom? Gaat over een meisje, zeg maar. En het heet Diane. En daar denk ik aan. En daar zing ik dan over. Dat weet zij? Wie weet dat? Jouw vriendin? Ja, die weet het zeker. Ja, nee, ja. Dat je eraan denkt. Dat je zingt. Ja, dat ik eraan denk, ja. Nou, wij gaan kijken en luisteren naar Anthony Marks met Diane. You here to stay? Well, you were always on my mind, and I just wanna say, can't make it through the day. Words cannot be heard without you here with me. Try to find my way at night. Don't wanna fight. And I just wanna say, we'll
van zilveren haren en wat ben je nog steeds mooi. Door het leven getekend, vaak werd je lach gedoofd. Je bent een echte moeder, voor mij een prinses. Ik leerde van jou alles, gaf me menig levensles. Ja, wat moet je hier nou eigenlijk nog op zeggen? Ongelooflijk. Ja. Ik zie mensen voorbij komen, Jenny en Herman, ja. Want zo spreek ik nu maar even. Ik zie mensen voorbij komen met tranen in de ogen. Wij aan tafel zijn ook allemaal ontroerd en kippenvel. Wat heeft dat in jullie familie wel niet teweeg gebracht? Ja, het was een heel bijzondere dag, want mijn moeder die had een paar jaar geleden een slechte uitslag van ziekte. Gelukkig gaat het nu goed, laten we het eventjes vooruit zeggen. En daarom heeft Frans Bouw ook de nummer geschreven. En het was heel emotioneel op het feest zelf. En de hele zaal huilde, hè? Ja. Ja. Vond jij dit ook niet bijzonder om het voor je oma te mogen zingen? Jawel, ja. En had je tranen ook in de ogen? Jawel, een beetje wel. Ja, dat kan ik me iets voorstellen, want dat hadden wij ook. Ja, ik heb er eigenlijk... Er komen echte gevoelens bij, weet je wel. Ja, het is je moeder en het is haar oma. Het is leuk. Ja, precies. Ja. Hartstikke leuk dat jullie hebben dat willen laten horen en zien voor ons in dit tv-programma. We gaan nog even verder met jou. Wat is het nummer wat je gaat doen? Ja, we doen even een vrolijk nummertje achteraan. Een oud nummertje hoor. Maar dat vind ik wel leuk. En mooi Volendam. Mooi Volendam. Ja. Je zei aan tafel al, daar ben je ooit mee begonnen met dat nummer. Ja. Nou, Volendam, ja, wie kent ze niet, hè? De palingsound. Het is geen palingsound of wel? Ja. Ik weet eigenlijk niet precies wie het nummer was, maar ik heb het gewoon gecoverd. Ja. Nou, wij gaan kijken en luisteren naar Herman van Doren in zijn uppie. En dan ook nog eens een keer als met het nummer Mooi Volendam. Café daar op de hoek staat een meisje in spijkerbroek.
toeristen zien de klederdracht haast nooit meer. Alleen de winkels liggen tot hun spijt, bepaalde dingen uit die andere tijd, waarvoor ze blijven komen keer op keer. Alleen de haven behoudt zijn oude glans en ademt nog de sfeer. De voetbalclub verspeelt zijn kans steeds weer. Hoi Volendam, met je zee tot aan de horizon en de vissers die voor dag en dag uitvaren gaan. Mooi Volendam, de tijd springt slordig met je om, dan blijft de vissersgeest altijd bestaan. De nieuwbouwwijk is stil en koud, met huizen in een blok gebouwd, je ziet er bijna nooit een mens op straat. Het verleden is daar voorgoed voorbij, de mensen lijken minder blij, misschien omdat dit leven zo snel gaat. Maar elke avond loop ik langs de dijk, waar de wind speelt met mijn haar. Ik voel me rijk als ik naar het water sta. Mooi Volendam, met je zee tot aan de horizon en de vissers die voor dag en dauw uitvaren gaan. Mooi Volendam, de tijd springt slordig met je om, dan blijft de vissersgeest altijd bestaan. Met je zee tot aan de horizon en de vissers die voor dag en dauw uitvaren gaan. Mooi Volendam, de tijd springt slordig met je om, dan blijft de vissersgeest altijd bestaan. Mooi Volendam, dan blijft de geest altijd bestaan. Start spreading the news. Leaving today, I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. There, I'll make it anywhere.
to you, New York, New York, New York, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. The list, king of the hill, and number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it. To make it anywhere, it's up to you, New York, New York. New York, New York. En dat allemaal in Apeldoorn, door een Apeldoorner gezongen. Wat heerlijk. Lekker, hè? Ja, ja, ja. Hey, ik ga even verder in met je artiestennaam, hè, Jack. Ja. Je hebt ooit een keer in Orpheus, Apeldoorn, heb jij een groot gala neergezet. Met een diner, dansant, muziek en zo. Is dat eenmalig geweest? Dat hebben we 3 keer gedaan. Dat had te maken met de oprichting van Stichting Dans en Sport in 2005. En... je weet, ik doe dit semi-professioneel, maar al mijn gages van mijn optreden die gaan allemaal naar de stichting. En die stichting heeft als doel om kinderen van de basisschoolleeftijd, 6 tot 12, waarvan de ouders minder bedeeld zijn om die kinderen toch te laten sporten of muziek te laten maken of te dansen. Nou, wij nemen dan contact op met de verenigingen, muziekvereniging of een voetbalvereniging bijvoorbeeld. En dan worden door de stichting worden de kosten die die kinderen normaal gesproken zelf zouden moeten betalen, die worden dan door de stichting opgehoest. Dus ik moet veel optredens hebben. Dan kan ik veel kinderen helpen. Nou, dus eigenlijk wat vroeger Jantje Koopmans deed, dat doe jij ook, ja, eigenlijk. Precies, ja. Want ik vind zingen leuk. En nou ja, als daar ook geld mee op de planken komen van onze stichting, dan is dat 2 vliegen in 1 klap. Ja, dat is helemaal gelijk een leuke promotie voor jou uiteraard. Ja. Hè? Dus, het volgende nummer, My Way. Gouwe ouwe, hè? Ja? Die houden we erin. Ja. Ja? My Way. Is dat echt jouw muziek? Dat is mijn muziek, ja. De Crooners. Ja. Ja. We gaan kijken, My Way van Jack Barron. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived the life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it's true, without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
faced it all. I've let and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, van alle dingen om me heen.
omdat ik zo geniet van alle dingen om me heen. Nou, een lekker spontaan applaus. Ja. Lekker, hè? Lekker. Kan ik er nog bij staan? Ja, tuurlijk. Kom maar bij, meneer de Bie. Alles goed? Ja, lekker. Lekker nummer. Ja, gezellig. Lekker vrolijk. En nou, een redelijk vol aantal, ja, volle zaal heb je tegenwoordig. Ja, het is echt. Moet je kijken hoeveel fans. Ja. Zijn dit al je fans? Nou, nee, maar het is grandioos. Supergezellig hier, ja, hoor. Schitterende locatie. Hé, we zijn eigenlijk een beetje collega's, hè? Want jij presenteert ook. Ja, dat doe ik ook, ja. Dat is een tweede hobby van mij, een beetje uit de hand gelopen. En heel veel doe ik piratenfeesten presenteren en dan treed ik mezelf op. Dus erg leuk om te doen. Dus dat is een combiprijs? Een combiprijs. Iets duurder, maar nee, wel wat. Ja. Hey, het volgende nummer, dat is De Bel. Ja, vertel eens. Het is mijn nieuwe single. Die is net uit en die is geschreven door Martin Sterk en bij Jeroen Derks in de studio opgenomen. En de verwachtingen zijn erg hoog ervan, dus we zullen het zien. En daar gaat ook de piraten van zijn weer op? Ja, die gaat zeker mee. Ja, ik weet zeker als de eerste klanken hoort dat het meteen bingo is. Had je ook nog niet een nummer gemaakt van vader Abraham? Ja, tussen kroeg en de kerken. Ja, erg leuk. Ik heb een remix opgemaakt. Die heb ik in Breda mogen overhandigen aan de beste man. En dat was een zeer leuke ervaring met zo'n icoon te werken. Dus erg leuk was dat. Maar dat is verder niet in de hitlijsten geweest? Nee, jammer genoeg niet. Dat heb ik wel goed gedaan, maar net niet. Nou ja, dat kan gebeuren. Kan nog, hè? Ja, dat kan altijd. Zeg nooit. We gaan kijken en luisteren. Tim Laufer met De Bel. Tingelingeling. Juist verlegen, val ik nu af of kom ik aan? Wil ik graag zon, dan krijg ik regen, maar op een dag laat ik mij lekker gaan. Terrassen zitten vol, dan ga ik uit mijn bol. Trek ik één keer aan de bel, dan geef ik een rondje voor het heen. Mijn stamcafé, dat brengt gezelligheid. Doe maar mee en denk niet aan de tijd. Zorgen die verdwijnen snel, door dat rukje aan de bel. Soms moet je nemen, maar ook geven. Dat zijn de regels van het leven, het beste medicijn voor elke dag. Wie gaat er met mij mee? Ik wil naar mijn stamcafé. Trek ik één keer aan de bel, dan geef ik een rondje voor het hele stel. Mijn stamcafé, dat brengt gezelligheid. Doe maar mee en denk niet aan de tijd. Zorgen die verdwijnen snel, door dat rukje aan de bel. Trek ik één keer aan de bel, dan geef ik een rondje voor het hele stel. Mijn stamcafé, dat brengt gezelligheid. Doe maar mee en denk niet aan de tijd. Zorgen die verdwijnen snel, door dat rukje aan de bel. Zorgen die verdwijnen snel, door dat rukje aan de bel. Mannen, enorm bedankt voor jullie aanwezigheid. En jij natuurlijk ook, jonge dame. En Florent, onze grote steun en toeverlaat, die heeft altijd nog een eindvraag. Voordat hij die gaat stellen. Ik zei hem in het algemeen natuurlijk, hè? In het algemeen? Ik zei hem in het algemeen, ja. Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Anthony. Ik hoor iets voor mij heel erg in bed. Dat hoor je op de achtergrond. Ja. Dat is de illusie die ik dan altijd. Oké.
Waar kun je mij s'nachts voor wakker maken? God. Denk er nog even over na. Misschien dat Tim die weet het ongetwijfeld. Me? Ik zat te wachten rij over de graf. Ik denk er langer over nadenken. Ja, ik wilde wel iets zeggen, maar ik denk niet dat dat kan hier voor de... Alles kan. Zeg het maar. Nee, alles kan. Zeg maar. Ja, dan toch maar voor haar. Ja. Dan tik ze mij op de schouder en van, joh, kom eens even gauw. Want, prima. Ik heb jeuk. Oké, ga weer helemaal neer. Tim, jij dan? Bij mij? Dat is heel makkelijk voor een heerlijke broodje met vette paling erop. Meen je dat? Ja, dat vind ik zo lekker. Dan woon je toch helemaal in de verkeerde streek? Ja, maar dat maakt niet uit. Dan kan ik er nog een beetje naar. Ik zie ze genoeg op tv. Dus. Ja. Ja. Alleen bij. Alleen bij. En jij dan? Als ik ergens mag optreden. Dat vind ik wel. Dat is echt heel Maar moeten we haar aan de leer, denk ik. In ieder geval slimmer dan de vader. Nee, ik wou zeggen, een duet met Michel Tello. Dat vind ik een leuke zanger. Ik heb 3 weken over dan een liedje te leren, weet je wel. Nassa. Ja, ja. Moeilijk hoor. Ja. Maar dat vind ik een leuke zanger, ja. Jack. Nou, ik heb vroeger was mijn droom altijd met een big band optreden. En dat heb ik nou gedaan met de Frits Landersberg Big Band, hè. Door Nederland, ja, fantastisch. Dus daar kunnen ze s'nachts altijd voor bellen. Jaap, optreden met de big band. Ja, dat is echt een beleving. En jou dan, Willem? Laat je jou zo zwak een maken. Heerlijk kopje groentesoep. Dat is echt, ja. Ik ben echt een soepman en daar kunnen ze me echt voor wakker maken. Buiten nog een aantal andere dingen om, maar daar hebben we het nu niet over. Dus moet ik weet het. Even niet langs komen net, hoop ik. Nee. We hebben bepaalde overeenkomsten. Ik wist het, hè? Toch wel? Ik wist het. Als het maar nat is. Ja. En veel. Ja. En veel. Heel veel groenten. Heel veel. Ik hoop dat jullie het leuk gaat hebben in het programma. Wij vonden het een enorme eer om jullie erin te hebben. En ik hoop jullie nog eens een keer terug te zien. En willen jullie nog een nabrander geven? Dan mag dat nu. Nou, ik heb wel zin in een broodje zo. Een broodje zo. Joe, dat op de avond een broodje. Maakt niet uit, waar gaan we het regelen. Ja. Ik dacht dat we nou iets van Il Divo gingen zingen met z'n vieren. Ja, dat zou nog kunnen. We gingen toch L.A. de Bosjes doen? Mag ik volgende keer een blonde ober? Een blonde ober, dat gaan we regelen. We willen een blonde ober. Ja. Dan een zullen. Ja. Het gaat weer helemaal nergens over. Wij gaan het. Wij gaan het programma afsluiten. U heeft weer kunnen kijken naar een nieuwe aflevering Made in Holland TV. En volgende week is er weer een hele nieuwe aflevering met nieuwe artiesten. Dus kijk volgende week weer. Ik kom volgende week. Volgende week? Dat gaan we niet verklappen. Gewoon kijken. Made in Holland TV bij RTV Apeldoorn. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Geurt Jansen Catering Service en door Café De Vrijbuiter.